Er ging het gruwelijk mis in Nijmegen. Een vreselijke gebeurtenis. Bijna 800 mensen die vonden de dood. Duizenden raakten gewond en dan al die huizen en winkels verwoest. In één middag verloor Nijmegen een deel van zijn historische binnenstad. En dat allemaal door bommen uit 14 Amerikaanse vliegtuigen. Het is bekend onder de term vergissingsbombardement. Al zijn veel historici het erover eens dat de aanval niet totaal ongepland, maar bovenal zeer slecht uitgevoerd was. Hoe dan ook een zwarte dag die we moeten blijven herdenken. Dat doen we vandaag, exact 80 jaar later. Annelies Gerards is in Nijmegen ter plaatse bij die bijeenkomsten. Goedemorgen, Annelies. Waar ben jij op dit moment? Goedemorgen. We staan nu nog in het informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. En vandaag is er een officiële herdenking, maar er zijn ook exposities, er zijn lezingen en er is zelfs een speciale vrijheidskrant gemaakt. En als je die krant dan openslaat, dan staat daar onder andere een van de grootste tragedies uit de 20e eeuw. En meneer Lenders van het informatiecentrum, wat gebeurde hier 80 jaar geleden, waarom het zo'n grote tragedie is? Ja, dat is inderdaad precies 80 jaar geleden dat Amerikaanse bommenwerpers richting Duitse oorlogsindustrie en diep in Duitsland en vliegvelden vlogen. Door slecht weer moesten ze rechtsomkeer maken. En de bedoeling was dan altijd dat die vliegtuigen gelegenheidsdoelen zochten. In dit geval werd dat Nijmegen, het spoorwegemplacement in Nijmegen. Daar zijn inschattingsfouten gemaakt. Fatale fouten, want de bommen vielen niet op het spoorwegemplacement, maar in het hart van de stad, in het centrum van de stad. Met een complete verwoesting, met als gevolg bijna 800 doden. Met zeer grote gevolgen inderdaad. Jullie hebben deze week daar al bij stilgestaan. Hoe zag dat eruit? Ja, we hadden naast dat er thema rondleidingen zijn in de stad en lichtavonden, hadden wij een avond, publieksavond met ooggetuigen. En hoe was dat? En dan zit je inderdaad met mensen die over de 90 zijn, hè, in de stoel, in een volle zaal, een bomvolle zaal, in gesprek. Met wat hebben ze gezien aan de grond. En wat hebben zij dan gezien? Wat zijn hun verhalen? Ja, dat zijn natuurlijk enorme tragedies. Het verlies van vrienden, van familieleden. Complete verwoesting van eigen huizen natuurlijk. En dat werkt jarenlang, tot op de dag werkt dat door. En de zaal voelt dat natuurlijk, dat die herinnering naar het nu wordt gebracht. En dat kan eigenlijk alleen maar als je en weet wat er gebeurd is, dat je snapt wat er gebeurd is. En vervolgens ontstaat natuurlijk die betrokkenheid bij het horen van die hele persoonlijke, aangrijpende verhalen. Ja, en ooggetuigen, dat worden er steeds minder helaas. Daarom is het belangrijk dat we de verhalen doorvertellen. En als je dan nog even verder bladert in die krant, dan staat er ook, je draagt het je leven lang mee. Dat zegt een van die ooggetuigen. Nou, dat is natuurlijk logisch bij zo'n gebeurtenis. En des te belangrijker dat we dus blijven herdenken. Ja, dankjewel, Annelies. Ja, belangrijk dat we deze verhalen blijven doorvertellen, mevrouw Kooijman. Ja, ik bedoel, als je het geschiedenis kent, kan je alleen maar het heden begrijpen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit soort hele belangrijke, essentiële momenten in de historie wederom herdenken. Ja. Ja. Doet u dat ook bij uw kinderen? Heeft u het hierover met hun? Ja, mijn kinderen zijn nog iets te jong om de oorlog echt te begrijpen. Mm-hmm. Maar zeker zijn er in kleine kinderentaal zaken die ik te bedden breng. Ja. En zeggen van, goh, hoe denken jullie daar nou over? Dan heb je ook met hele kleine kinderen best een heel mooi gesprek. Ja. En ook belangrijk dat, gezien de omstandigheden nu in de wereld, dat we het gewoon ook betrekken tot het nu. De oorlogen zijn nog niet voorbij. We hadden het net over Oekraïne, hè, meneer Wilmer? Ja, zeker. Nee, het is ontzettend belangrijk. Ik wil zeggen over kinderen. Ik moet denken, ik heb mijn eigen kinderen, die zijn iets ouder, meegenomen naar het kerkhof in de Margraten, waar duizenden Amerikaanse jonge mannen van een jaar van 18, 19 liggen. En je ziet dat dat ook op jonge kinderen een diepe indruk maakt, daar rond te lopen in die zee van witte kruisen. Niet alleen kruisen, hè, maar daar rond te lopen en te zien hoe ontzettend veel offers er zijn gebracht en hoe enorm dat leed is geweest. En dat mogen we niet vergeten. Juist. Nou, dan is